Sterke invalbeurt tegen Club Next. Wat vond je van je wedstrijd? Ik vond wel dat ik goed bezig ben. Als ik zie naar je kijk op het veld, vind ik wel dat ik mijn draai kan vinden. De trainer heeft me wel een paar aanwijzingen gegeven, maar ik heb geprobeerd zo goed op te volgen. En ik denk wel dat ik een sterke invalbeurt heb gemaakt. Hoe voel je je hier op Daknam bij de supporters? Eerste wedstrijd. Wat voel je? Fantastisch. Na 3 jaar hier in de jeugd te spelen, om dan mijn debuut te maken 3 jaar later, is een fantastisch gevoel. Na lang hard werken ben ik er zeer trots op. Oké, dank u wel. Jelle, vandaag zijn altijd speciale gelegenheden, speciale wedstrijden. We hebben vandaag een wedstrijd gezien tegen Club Next. Twee helften, twee verschillende ploegen waarvan jij de eerste helft hebt gespeeld. Moeilijke eerste helft vond ik wel persoonlijk. Oh ja, moeilijk. Ik denk dat we tegen een heel sterke ploeg speelden in de eerste helft. Allee, de hele wedstrijd eigenlijk. En dat we het vrijwel wel goed gedaan hebben. Verdedigend stond het goed. Alleen jammer dat we dat grootste tegen krijgen. Maar ik denk wel dat we laten zien hebben waar wij voor willen staan. En ik denk dat het wel goed liep eigenlijk. Ja, je laat het zelf al weten. Eigenlijk is het enigste dat fout gelopen is dat ergens in het middenveld wat mensen uit positie. En ja, ze straffen het eigenlijk af direct. Hè. Ja, maar dat weet je ook. Hè. Die mannen zijn al denk ik 6 weken aan het trainen, denk ik. En een doelpunt is altijd iemand zijn of verschillende fouten die er gebeuren. Dus inclusief mezelf of dat is bij iedereen. Dus gewoon 1 keer dat die mannen er echt goed doorkomen en dat ze scoren. Dat is jammer. Maar ik vind al bij al dat wij een goede wedstrijd gespeeld hebben. En dat die 1-1 wel zeker verdiend was. En misschien zelf nog meer. Ja, want ik uit die eerste helft... Hebben zij de kleinste kansen, maar hebben wij misschien wel de beste kansen? Ja, klopt. Ze hebben eigenlijk, ik denk dat ik de eerste minuut misschien een bal heb moeten pakken, denk ik. En voor de rest hebben zij niet voor de goal geweest eigenlijk. Zo, okay, veel meer balbezit dan ons, maar dat is ook logisch. Dat is een reeks hoger. En vorig jaar toch in de top 4, top 6 van 1B. Dus wij komen uit 2e amateur met een paar versterkingen. Dus we zijn ook maar 2 weken bezig. Of 2 weken nu, denk ik. En ik denk dat het allemaal wel goed loopt en dat we de nieuwe... er goed in aan het passen zijn en dat komt allemaal wel goed. Ja. Een totaal ander kaliber dan woensdag, ja, maar daar doe je het ook voor zulke wedstrijden te spelen. Hè? Ja, ik denk dat woensdag gewoon iedereen zijn eerste wedstrijd een redelijk zware eerste week gehad. Wat ook moet natuurlijk, als voorbereiding. En dan zag ik inderdaad dat woensdag iedereen een beetje, ik denk dat iedereen een beetje moe was, denk ik. En dat nog niet iedereen op elkaar ingespeeld was. Maar nu zie je toch al de automatismen die komen, zowel op verdedigend vlak als op aanvallend vlak. Maar het kan inderdaad, het kon woensdag al beter en nu was het al, vond ik toch al redelijk goed. Ja. Blijven bouwen tot 30 augustus. Ja, inderdaad, dat is het belangrijkste. Hè? Merci. Dag Sam, eerst echt de waardemeter vandaag tijdens onze Vandaag tegen Club Next, waarbij je in de tweede helft een penalty hebt omgezet na een knap uitgespeelde aanval en Gilles tegen de grond werd gewerkt. Dat moet een leuke binnenkomer zijn voor u. Eerste wedstrijd thuis hier op Daknam en dan wil ik toch al belangrijk zijn. Ja, zeker plezant op de Vandag, met zoveel supporters hier vandaag aanwezig. Die penalty zetten, dat is leuk meegenomen, maar dat moet er in mijn ogen altijd in. Ik ben blij dat ik die mocht zetten. Ik heb het wel nog eerst gevraagd aan Gianni dat mocht. Maar ja, mooi meegenomen, 1-1 tegen een ploeg die toch vlak aan de start staat van de competitie. Is zeker niet slecht. Prima. Is mijn analyse correct wanneer ik zeg dat we beide helften eigenlijk niet moesten onderdoen voor Club Next? Zeker de eerste helft zetten ze tamelijk hoge druk. En de tweede helft, vermoeidheid sluipt natuurlijk in. En hebben we eigenlijk het overgenomen in het spel? Wat was volgens jou er in het kantelmoment buiten nog die druk? Ja, ik weet niet, misschien omdat we bijna 2 nieuwe elftallen erin brengen, dat we nog allemaal redelijk fris zitten. Desondanks dat je dat wel voelde natuurlijk, maar achter de bal erop, ik denk niet dat we echt achter de bal liepen. Het was vermoeiend, maar ik had zelfs het gevoel misschien dat we iets te veel respect nog toonden aan naar Club Brugge toe, want ik had het gevoel dat er meer in zat, dat we eventueel nog hoger druk konden gaan zetten. Maar omwille van dat misschien respect omdat dat Club Brugge is, dat je dat toch net niet durft of nog niet doet, want ik had het gevoel dat er misschien nog meer in zat dan een gelijkspel. Oké, prima. Wat ook opviel vandaag, je hebt enkele schitterende acties uit je voeten getoverd, ook enkele mooie passen. Heel veel loopacties waarbij je heel goed aan speelbaar was. Dat maakt ook onmiddellijk duidelijk dat je thuis voelt hier op Daknam. Hè? Dat je toch in het spel volledig bent ingepast en dat dat echt wel uw ding is. Ja, dat is, dat is mijn speelstijl. Ik probeer dat zo snel mogelijk te implementeren in het spel hier. Vandaag heeft dat op bepaalde momenten goed uitgedraaid. Maar ik voel nog zelf dat er nog frisheid ontbreekt. Dat er nog een paar keer onzuivere dingen gebeuren in het spel. Maar naarmate met de voorbereiding gaat het er wel uitgaan. En dan tegen de competitie laten we hopen dat het dan elke keer perfect is. Prima, dankjewel Sam.